Hoe was het voor de Almelopers dit afgelopen coronajaar? Ja, een vreemd jaar. We zijn natuurlijk wel opgestart als dat we mee zouden doen aan de Europa Run. Alleen de laatste maand hebben we toch het besluit genomen om niet mee te gaan doen met de Europa Run. En wij maken vandaag ons bedrag bekend, ons donatiebedrag wat wij binnen hebben gehaald voor de Europa Run in 2021. En daarna gaan wij, ondanks dat het regent, gaan we gewoon toch nog een rondje run by run onderweg met ons team. Je bent de nieuwe teamcaptain voor de Almelopers. Ja, hoe voelt het om dat te gaan doen? Nou, heel erg leuk. Samen met Filip dan en Gerwin die nu afscheid neemt. En nu als tweede teamcaptain erbij. Dus helemaal prima. Ik heb er heel veel zin in. Ja. Hij gaat nu vanaf morgen definitief met Filip alleen in de kar trekken. Heel blij met de goede opvolger. Ik heb 3 gigamooie jaar gehad als teamcaptain. Trots op het team. Trots op wat we hebben binnengehaald. En ik sluit echt met een heel goed gevoel af als teamcaptain. Maar toch hebben we geld binnen kunnen halen. En hoe is dat gebeurd? Ik noem er een paar. Marion, jouw jaarlijkse oliebollenactie. Top geregeld. De vetactie in december en januari. Onze wijnactie, al jarenlang. Een nieuwe actie was door corona de mondkapjesactie van Helen. De statiegeldactie bij de diverse supermarkten in Almelo en Albergen. De actie Rabo Club Support. De actie van Erasmus met de broodjesactie. De bijdrage van sponsoren van Thijs Blixmans, die een paar weken geleden zijn run heeft gelopen. En toch een aantal sponsoren, een aantal hoofdsponsoren, Jos Bosma en de heer Reinders, waarvoor dank, hebben ook een bijdrage verleend. En ik hoop ook, dan gaat het brugje naar Arjan, met de start van de halve Europa in Almelo, bij het Schelvanspark. En ik neem aan dat je dan een wethouder bent, na de verkiezingen. Altijd spannend. En dan neem ik ook aan dat je gaat starten als startloper van de halve Europa. Teamgenoten, bedankt allemaal. €0,60, maar het is ietsjes meer. Het is €20.152,60. Kijk. Ook diep respect en bewondering vanuit mijn kant. Het is ook weer thuiskomen om hier met jullie hier te staan. Jullie hebben elkaar gemist. Ik heb jullie weer gemist, zeg maar. Want jullie geven toch kleur aan de stad en de samenleving. Door elk jaar weer op een hele bijzondere wijze heel veel geld in te zamelen voor palliatieve zorg. En wat je ermee kunt doen en hoeveel mensen je daar in de laatste fase van hun leven blij mee kunt maken. Nogmaals, veel respect en bewondering voor ook dit bedrag. Want het lijkt tussen haakjes klein, maar het is een groot bedrag. In dit bijzondere jaar en ik denk dat jullie daar weer heel veel mensen blij mee gaan maken. Dus nogmaals een waardering vanuit mijn kant voor jullie en voor jullie inzet de afgelopen periode. En op naar 2022 zou ik zeggen.